Theo Mellenberg heeft een wijngaardje in Houten. Dit is voor de hobby. Dit kost geld. Maar het levert een stuk gezelligheid op als de wijn klaar is. Hij zet vandaag alle takjes vast, zodat ze niet kapot waaien. Zijn wijnranken staan nu al in bloei. Dit is een van de vroegste, ja. Ja. Zeker. We zitten toch wel weer een weekje of anderhalf, twee voor op schema. De oorzaak is het weer. Terwijl veel andere boeren klagen, is Theo een blij man. Door de wind en de zon en de droge lucht hebben we weinig last van schimmels. Voor dit moment is het ideaal. De meeste boeren moeten volop sproeien om de gewassen niet te laten verpieteren. Bij de druiven hoeft dat juist niet. Een druif die lui is, doordat hij zijn voedingsstoffen, maar zeker ook zijn water, erg makkelijk beschikbaar krijgt. Daar krijg je over het algemeen een wat slappere wijn van. Een druif moet werken. En ik zeg altijd, ik werk ervoor, die druif ook. Theo krijgt vandaag hulp van Wim Brunsveld, bestuurslid van Wijngaardeniersgilde Nederland. Zeg maar de bond voor wijnboeren. De 600 leden praten graag over het weer. Zet twee wijnbouwers bij elkaar en ze hebben het erover. Dat is... En ze zijn het allemaal eens. De droogte is goed nieuws. Het belooft veel goeds voor de uiteindelijke oogst, als het zo blijft. Maar ja, dat is de vraag natuurlijk. Precies, want de druivenpluk is pas na de zomer. En met zo'n droog voorjaar vreest Theo een kleddernatte zomer. Door schimmels krijg je dan een rampzalige oogst. Bovendien, als er weinig zon is, heb je ook weinig suikers in de druiven. En dan is dat ook niet prettig, want dan heb je gewoon geen goede wijn. Een beetje slappe wijn. Het blijft dus een kunst, dat wijn maken. Je bent overgeleverd aan de weergoden. Ik houd het hartstikke boeiend. Als het elk jaar hetzelfde was, ik geloof dat ik er dan weggestopt was.